Het beleid omtrent de ontwikkeling van grens- en buurlanden is verankerd in het buitenlands beleid. Aan het woord is minister Ildis Polakbigli. Ze sprak gisteren in de Nationale Assemblée bij de behandeling van de ontwerpwet akkoord in zaken maritieme afbakening van de Republiek Suriname en de Franse Republiek met de verklaring tussen Suriname en Frankrijk in zaken de samenwerking op maritiem gebied. De bewindsvrouw kon meegaan met VHP-parlementariër Chandrika Prasad Santokhi, die had aangegeven dat je liever een goede buur hebt dan een verre vriend. In de meeste gevallen voldoet dat door je te uiten in het samenstellen van verschillende samenwerkingsovereenkomsten. Maar in dit geval, deze regering, in een manier van effectieve en duurzame samenwerking met al onze grens- en buurlanden. In sommige gevallen zijn het niet per se buurlanden, maar het zijn wel grenslanden. En dan heb je hoog in het vaandel dat je gezamenlijk optreedt. En we hebben uit het college vandaag een hele goede college kunnen volgen van de heer Santokhi, die een aantal punten heeft aangehaald die ten grondslag liggen van het ontwikkelen van je grens- en buurlandenbeleid. Ik wil hierbij ook noemen, meneer de voorzitter, dat we heel specifiek moeten kijken naar wanneer je een grens of buurland met je mee wil in ontwikkeling, je gezamenlijk zal moeten optrekken. Minister Polak zei verder dat Suriname in dit verband samen met Frans-Guyana optrekt. In dit kader is een aantal jaren geleden de River Council ingesteld. Deze raad houdt zich bezig met de bestrijding van misdaad, het reguleren van personen- en goederenverkeer, het stimuleren van de handel en het garanderen van een menswaardig bestaan voor de mensen die in de grensgebieden wonen. En natuurlijk wordt hierin of hierover in bredere en politieke zin en synthesis gekeken naar een joint commissie formatie waarbij er committeringen zijn op het hoogste politiek niveau. En in dit verband kan ik direct aangeven dat we zeer uitputtend zijn in die samenwerking in de River Council, ook via het project, bekende project Pio Amazonia, waarbij dus hele specifieke projecten kunnen worden ingediend voor de verdere ontwikkeling van die gebieden. De BUSA-minister haalde aan dat haar ministerie ook bezig is met de afronding van de overeenkomst in zaken wederzijdse rechtshulp. Deze overeenkomst zal over niet al te lange tijd ondertekend worden. Ze gaf tenslotte aan dat de onderhandelingen voor dit akkoord vreedzaam zijn geweest en dat het onderste uit de kan is gehaald in het belang van Suriname.